Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk zover. Team of the Season Eredivisie is hier met vet veel zieke nieuwe Nederlandse spelers. En die ga ik natuurlijk sowieso proberen toe te voegen voor deze serie. De eerste upgrade die ik wil doen is Donny van de Beek. Die is zo vreselijk goed, jongen. Die Team of the Season is gewoon 94 rated. Het is wel een beetje vergelijkbaar met Frenkie de Jong. En dan zet ik die ook op het middenveld. En dan is mijn middenveld eigenlijk klaar. Veel beter dan dat gaat het dan niet worden. Maar dat is echt heel nice. Maar dan moet ik Seedorf uit mijn team halen. Maar die Donny van de Beek is echt nog wel beter dan deze versie van Seedorf. En dat was trouwens ook een comment van iemand die zei dit. Dat was een van de topcomments van de vorige video. Tip 88 Seedorf is beter qua stats dan 91 Seedorf. Blijf zo dat jullie het zien, Bouzami. Dus ik wou misschien al downgraden naar zijn 88 rated versie. Maar dat hoeft dus nu niet, want nu gaan we Donny van de Beek toevoegen. We hebben natuurlijk ook nog Dumfries die ik sowieso wil toevoegen. Voor linksbuiten heb je 95 rated Promes. Die echt duidelijk beter is als Overmars. Dus die wil ik ook nog te gaan toevoegen. En voor de rest hebben we best wel wat leuke spelers die we ook op de bank kunnen toevoegen. Je hebt bijvoorbeeld Bizot, die kan je toevoegen voor Sillessen en allemaal upgrades die er weer bij zijn gekomen. Dus voorlopig kunnen we nog wel eventjes door. Maar Van de Beek is dus de eerste upgrade die ik wil gaan doen. En om hem te kunnen upgraden voor 91 rated Seedorf heb ik 18 upgrade punten nodig. Op dit moment heb ik er 9, dus ik heb er nog 9 bij nodig. En dan gaat het gewoon goed komen. Het zou heel leuk zijn als dat deze aflevering gaat lukken. We hebben trouwens de vorige aflevering 3800 likes gehad. Dat ronden we af. En dat betekent dat we nu dus 4 keer gratis mogen spinnen. Dus dat is chill. Dus als we nu in de volgende of komende 4 spins even iets goeds gaan krijgen, dan kan ik gewoon al gewoon Van de Beek kopen. Team of the Season. Dat zou heel chill zijn. En laat natuurlijk ook dat duimpje omhoog achter op deze video. Want dan mag ik de volgende video ook gewoon weer gratis spinnen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan een belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ja, dan beginnen we mee. We krijgen 3 upgrade punten. Nou, het is een begin. Ik ben er natuurlijk dan nog niet helemaal. Dan hebben we nu 12 upgrade punten. Maar we komen in de buurt. Nog 6 upgrade punten te gaan. Wat krijgen we nu? We krijgen een challenge. Ook leuk. Dan zoek ik zo meteen even de challenge op. Volgende spin. Kom op, nog een keer iets goeds. 600 FIFA punten. Dan gaan we zo meteen even kijken wat voor packs er momenteel in de store zijn. Maar dan kunnen we sowieso een pakketje openen. En wat krijgen we dan tot slot? Nog iets goeds. 3 upgrade punten. Dan hebben we momenteel 15 upgrade punten. Stel, ik krijg 2 Nederlanders of Belgen of een bal, een border of een walkout uit mijn pack, dan kan ik sowieso dan al Van de Beek toevoegen. En misschien pack ik hem wel. Dat zou helemaal ziek zijn. Maar voordat ik het vergeet, even de challenge die ik ga doen. Want ik kwam namelijk een comment tegen van Sam, die had dit achtergelaten in de comments. Challenge, score met je hoofd 2 keer of 1 keer met je keeper. Dus daar heb ik de keuze in. Of 2 keer met het hoofd proberen te scoren of 1 keer met de keeper. En als mij dat dan lukt, dan mag ik kiezen tussen Team of the Season Van de Beek of ik mag Team of the Season Bizot toevoegen. Dus dat is wel echt ziek, jongen. Ik weet dan nog niet helemaal wie ik dat ga doen, want ik kan Sillessen dan natuurlijk ook even voor Bizot en dat is ook best wel chill. Dan hebben we gewoon een lijpe Team of the Season erbij. Maar ik denk trouwens dat ik dan Van Nistelrooy in mijn team neer ga zetten. Ja, vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel chill spelen. Maar qua springen en nauwkeurigheid koppen is hij wel echt goed. Ja, dan is hij ook beter dan Bergkamp. Dus, en daar is hij sowieso beter in dan Malen. Malen is eigenlijk overal beter in, maar in koppen is Malen sowieso minder goed. Oh nee, trouwens, nauwkeurig koppen. Nou, hij is gewoon beter. Lol, Malen is zelfs beter in koppen. Had ik niet verwacht. Nou, dan laat ik Malen gewoon in de spits aan. Maar dat ga ik dus proberen te doen. 2 keer te scoren met de kopbal. En ik had trouwens ook nog een Belgische leenspeler die ik mocht toevoegen. Dat had ik aan het eind van de vorige aflevering gespind. En deze comment die ga ik uitvoeren. Belgische lectenspeler. Hij bedoelt leenspeler. De nieuwe Team of the Season Dessers. Dat is echt een zieke kaart. Die gaan we even toevoegen. En dan zet ik die wel even in de spits. En dan moet ik met hem 2 keer proberen te scoren met de kop. Ja, hier deze kaart. 93 snelheid, 93 schieten en 90 fysiek. En hij heeft ook al een HV-kaartje. Dus dat is helemaal perfect. Ik ben benieuwd trouwens ook of hij een beetje kan koppen. Maar hij is echt insane. Dus ik ben erg blij met dit kaartje. Wow, 99 nauwkeurig koppen. Oké, dit is nog beter dan Malen die ik daar nu had staan. Oké, hier ben ik blij mee. En ik denk dat hij op zich ook wel goed linkt in mijn team. Want wie heb ik rechts buiten staan? Ja, oh nee, trouwens heb ik Bergwijn staan. Die speelt in de Premier League. Maar hij linkt goed genoeg, omdat ik er 2 icons bij heb staan. Maar dan, boom, dan zet ik daar Dessers neer. En dan gaan we daar dus een wedstrijdje mee spelen. Dan moet hij 2 keer met de kop gaan scoren. Sowieso nice zijn. Dan kunnen we gewoon gratis Van de Beek of Bizot toevoegen. Welke het gaat worden, dat weet ik dus nog niet helemaal zeker. Maar dat zien we zo meteen wel. Even checken wat voor packs er zijn. Er zijn 45k packs. Nou, dan gaan we daar eentje van openen. Dan heb ik nu nog... Oh, mijn FIFA punten zijn op. Moet ik eerst wat FIFA punten kopen en dan gaan we dan kopen. En daarna gaan we lekker een potje spelen.
Oké, FIFA-punten zijn toegevoegd. Dan kunnen we nu een pakketje openen. Let's go. Laat er even een dikke walkout in zitten. Dat zou zo chill zijn. Kom op, kom op, kom op. Alsjeblieft. Nee, oké, het is niet eens een border. Ja, dat zal een beetje balen. Dan hoop je toch altijd op iets beters. Maar dat is helaas niet het geval. Krijgen we nog wel Nederlanders, Belgen? Nee, dat ook niet. Oké, dat was echt een shit pakketje. Maar ja, snel vergeten. En dan gaan we nu gewoon lekker een potje spelen. Dus we kunnen nu nog niet van de beek toevoegen. Maar misschien naar dit potje wel. En misschien kunnen we hem zelfs gratis toevoegen. Als ik natuurlijk gewoon de challenge haal. 2 keer scoren met mijn kop. Oké, tegenstander gevonden. En hij heeft ook best wel een pittig goed team. Best wel wat icons. Ook nog team of the season. Maar het contrast is wel groot. Bijvoorbeeld zijn linksachter is 77 rated. En daarom heeft hij vet wel andere goede spelers. En hij heeft ook Ziyech. Nou, dan is hij misschien aan het sparen voor Team of the Season, zie je. Zou kunnen. Maar let's go. Ik moet dit gewoon eventjes winnen. Oké, nou hier. Oh, veel ruimte. Ja, ik moet natuurlijk met de kop scoren. Dus ik moet eventjes wachten en dan de voorzetten. Ja, zo moet ik het dan wel gaan doen. Maar voorzetten en kopgoals, daar ben ik niet heel goed in. Maar we gaan het toch proberen. Ik wil toch kijken of ik gratis een Team of the Season kan toevoegen. Het zou toch wel echt heel chill zijn. Oh nee. Goede sliding, wou ik zeggen. Maar dat was geen goede sliding, want hij had niet de bal. Ook wel goed afgekapt van mijn tegenstander. En daar staat hij 1-0 voor. Oh nee joh, dit zou toch niet... Het zou toch wel 2-0 achter. Nou, dit gaat niet heel lekker tot nu toe. Mijn tegenstander die kan toch best wel redelijk FIFA volgens mij. Nee. Oh. Nou, dit wordt de laatste kans voor rust. Misschien dat dit nog iets kan worden. Oké, nou, even voorzetje. Ja, dat is de enige kans voor een kopgoal. Maar dat werkt gewoon niet. Ik heb altijd het idee dat dat gewoon niet werkt in deze FIFA om voorzetten te geven. En dan proberen te koppen. Maar het is echt niet normaal. Ik heb geen eens een kans gehad. Omdat ik alles probeer voor te geven, dan mis ik echt alles. Misschien moet ik dat gewoon eventjes aan de kant laten, die challenge. En gewoon proberen überhaupt te scoren. En dan misschien met Johan Cruijff scoren. Want dat is in ieder geval een spinpunt waard. Dus dat zou chill zijn. En trouwens, als ik met Dessen score, dan heb ik ook... Ja, dan verdien ik ook upgradepunten mee. Omdat het een leespeler is. Pff. Oh, yo. Ja. Het zit gewoon niet mee. Het zit gewoon niet mee. Nou hier, Johan Cruijff. Ja, dit kan hem dan worden. En dat wordt hem ook. Nice. Ah, de aanhouder wint. En ik scoor toch nog even een keertje met Johan Cruijff. Kijk, als ik nog een keertje scoor, mag ik gewoon 2 keer... Oh nee, dan mag ik 3 keer spinnen. Als ik nog een keer met Johan Cruijff scoor, mag ik zo meteen gewoon 3 keer spinnen. Dus dan heb ik alsnog best wel wat spinpunten verdiend. Nou hier, tikkie opzij naar Johan Cruijff in de verre hoek. Ah, nice. 2-4. Oh, dit is heel nice. Dan kan ik zo meteen gewoon 3 keer aan de trap draaien. Ondanks dat ik dit waarschijnlijk ga verliezen. Maar misschien kan ik dit nog recht draaien. Dat zou echt de ziekste comeback ooit zijn. Nou hier, Johan Cruijff voor het goal. Ja, 3 keer Johan Cruijff. Het reek nog 1 goaltje en ik kom gewoon terug. Wat een wedstrijd is dit. Het is heel chill, want Johan Cruijff, ja, dat zijn gewoon 3 spinpunten. Ho, yo. Oké, de strijd heeft helaas afgefloten. Dus helaas geen gelijkspel meer. Maar in principe ben ik alsnog tevreden. Want ik stond 4-0 achter en heb er uiteindelijk 4-3 van weten te maken. 3 keer Johan Cruijff. Johan Cruijff. En 2 assisten van Dessus. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar elke goal met Johan Cruijff is natuurlijk een spinpunt waard. Dus daarvan mogen we 3 keer aan het rad draaien. Oh ja, we hebben ook nog in totaal 3 keer gescoord. Dat zijn ook nog dan in totaal 1 spinpunt waard. Want elke 2 goals is 1 spinpunt waard. Dus al met al mogen we 4 keer aan het rad draaien. Zonder dat we hebben gewonnen. Dus dat is wel heel chill. En we hebben nog 3 upgrade punten nodig. En dan kan ik gewoon al de Team of the Season van de beek toevoegen. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Maar dan gaan we achterkomen. Let's go! Wat krijgen we als eerste? 1 upgrade punt. Hebben we nog 2 puntjes nodig. En nog 3 spinpunten te gaan. Wat krijgen we als volgende? Kom op, weer even iets goeds. Nog 1 punt. Ah, dit gaat wel langzaam, maar we komen in de buurt. Nog 1 upgrade punt. En ik kan hem toevoegen. En... Oeh, 400 FIFA punten. Dat is chill. Kunnen we alleen nog net geen pakketje openen. In ieder geval niet op 45 K-pack. Dit wordt de laatste spin. En wat krijgen we tot slot? Nog een keer 400, dan hebben we 800 FIFA punten. Oh, dus dan kunnen we een pakketje openen. Maar dan moet ik een Nederlander, Belg of Border krijgen. Anders kan ik hem niet upgraden. In ieder geval, dan moeten we misschien nog een potje spelen. Oh, dat wordt dan wel heel spannend. Dan moet dit pakketje eventjes goed zijn. En dan gaan we hem dus kopen. Maar dan hebben we nu momenteel nog 200 FIFA punten over. Trouwens, die challenge heb ik natuurlijk dik niet gehaald. Dat was echt niet te doen. We hebben geen Border helaas, dus dat is jammer. Dan skip ik hem maar alvast. Dus daar verdienen we geen upgrade punten mee. Maar dan moet er een Nederlander of een Belg in zitten. Come on. Ah, nee joh. Nee. Oké, geen Nederlander of Belg. Dus dan moeten we helaas nog een wedstrijdje wachten. Nou, dit discard ik wel.
Oh, dat is echt balen. Ik had echt wel verwacht dat we Nederland of Belg zouden krijgen. Dan moeten we de volgende wedstrijd gewoon even winnen. En dan mogen we dan hopelijk dan alsnog een paar keer aan het rad draaien. En dan alsnog Van de Beek kunnen toevoegen. Oké, nieuwe tegenstander gevonden. En hij heeft ook best wel een goed team. Ja, net zoals de vorige tegenstander. Hij heeft een aantal echt goede spelers, maar een aantal ook spelers die wel meevallen. Ze keeper linksachter en aanval is goed. Maar daaromheen valt het wel weer mee. Maar in ieder geval, dit potje moet ik wel gewoon eventjes winnen. Oh, ik heb trouwens Dessers per ongeluk nog in mijn team laten zitten. Oh, dat is een beetje dom. Nou, ik laat hem gewoon nu inzitten. Maar als ik nu met hem scoort, dat telt dan niet als upgradepunten. Want ik heb net natuurlijk geen Belgische leenspeler aan het rad gespind. Ja. Dat is dan niet echt een lekker begin, hè? Oké, meteen 1-0 achter. Hij had trouwens net ook nog een wissel gedaan. Volgens mij had hij Hachi ingebracht of zo. In ieder geval heeft een paar van zijn minder goede spelers heeft hij gewisseld voor betere spelers. Dus het team is wel weer wat vooruit gegaan. Maar wat een lijp schot was dit, jongen. Dit sloeg helemaal nergens op. Nou, Dessers met de voorzet. Boom! Wat een heerlijke goal. Frenkie de Jong in één keer uit de lucht. Heerlijk geraakt. Oké, dit was wel even nice. 1-1. Dan hoop ik dat ik nu eventjes dit door kan zetten. Oh, wat heerlijk geraakt was dat van Frenkie. Als je dat in het echte keer zo'n bal raakt, dat is zo'n lekker gevoel. Nee joh, Donk, wat laat hij zich daar makkelijk wegzetten. Oké, hoe snel ik weer gelijk kwam, zo snel kom ik ook weer achter. Oh, dit is echt irritant. Oké, nou hier, door op Dessers. Boom, ja hoor, daar is hij dan. Helaas geen upgradepunt waard, dus daar had ik het al over gehad. In ieder geval, hij telt dus nu niet als officieel leenspeler, was een klein foutje. Maar dit maakte hij toch even prima af. Ja, het is ook wel echt een lijpe kaart, dat sowieso. Maar het staat ook alweer gelijk, dus dat is chill. Nou, het is dus momenteel rust. Er staat 2-2 qua kansen. Heeft mijn tegenstander ietsjes meer, maar scheelt ook niet heel veel. Ik heb weer ietsjes meer balbezit, dus op zich gaat het wel gelijk op. Maar dan hoop ik dat het de tweede helft even mijn kant op draait. Dat ik dit dan toch nog eventjes kan winnen, deze wedstrijd. Twee keer verliezen in één aflevering is nooit chill. Ja, ik heb echt het idee dat ik gewoon niet kan verdedigen. Misschien is het ook wel zo, maar ik sta alweer achter. Yo, derde keer in deze wedstrijd dat ik achterkom. Nou, dan probeer ik ook een derde keer weer gelijk te komen. En dan moet ik weer even voorkomen in plaats weer achter. Oké, hier, Johan Cruijff. Door naar Dessers. Lekker gespeeld nu, Johan Cruijff. Deze moet zitten en die zit ook. Ja, alweer de derde keer dat ik gelijk kom. Woep, 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 heet dit op en neer. Johan Cruijff is trouwens chill, want dat is natuurlijk weer een extra spinpunt. Mijn tegenstander drukt op start, die gaat denk ik wissels doen. Dan ga ik dat ook wel een keertje doen. Ik heb natuurlijk Van Nistelrooy die ik kan erin zetten, die doe ik wel voor Dessers. Cruijff is een beetje moe, maar die is zo belachelijk goed. Dus ik laat hem er gewoon in. Ja, ik doe het gewoon even zo. Alleen Van Nistelrooy eventjes in de spits. Ouch, dit ziet er niet al te best uit. Keeper, toch maar niet uitkomen. Had ik misschien beter wel door kunnen uitkomen, ik weet niet. Ik sta in ieder geval 3-4 achter. Oh, wow, yo. Laat het niet zijn dat ik gewoon weer 4-3 ga verliezen. Net zoals de eerste wedstrijd. Nou hier, dit kan misschien nog goed komen. Johan Cruijff, nou, het is niet de perfecte positie. Oh, ja, wow. Het zit een keertje mee. Ik dacht even, die bal gaat er niet meer in. Maar die gaat er wel in. Frenkie de Jong met volgens mij zijn tweede van deze wedstrijd al. Dat is best wel nice, maar het staat alweer 4-4. Ik speelde ondertussen al gewoon aanvallend. Dat blijf ik gewoon doen. Want ik wil kijken of ik dit nog misschien nog kan winnen ook nog. Dat zou toch wel heel baas zijn. Oei, 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 oei. Ja, het kon ook niet anders. Ik was de hele tijd achteraan het aanlopen, achter mijn tegenstander. Ik bedoel, zeg maar, als hij scoorde, dan pas scoorde ik. Ik was geen één keer op voorsprong gekomen in deze wedstrijd. En aan het eind is het ook niet anders. Het zou wel ziek zijn als ik echt in de laatste seconde van de wedstrijd dan toch nog even de gelijkmaker weet te maken. Het is al de 90ste minuut. Ik speel al ultra van het. We gaan kijken of dat gaat lukken. Ik kan me haast niet voorstellen. Ja, kom op. Dan moeten er wel wat spelers mee naar voren. Ik kon die bal ook niet kwijt. Oké, nee, het is voorbij. Ja, dan is het uiteindelijk 4-5 geworden. Wat een aflevering is dit wel. Dit slaat helemaal nergens op. Twee keer net verloren, maar wel bizar veel goals. Eerste wedstrijd 4-3, tweede wedstrijd 4-5. Echt, ja, dikke bullshit. Maar we hebben gescoord met Johan Cruijff. Dus als chill, dat is 1 spinpunt waard. We hebben in totaal 4 gescoord. Dat zijn 2 spinpunten waard. Dus in totaal hebben we toch wel 3 spinpunten verdiend. Dus ondanks dat we 2 keer hebben verloren, hebben we in totaal wel 7 spinpunten verdiend door de wedstrijd. En dat is wel heel veel voor een aflevering waarin ik niks heb gewonnen. Dus dat vind ik wel nice. Maar dan gaan we naar 2 keer spinnen. En dan hoop ik dat we genoeg upgradepunten hebben voor Team of the Season. En we hebben nu in ieder geval 400 FIFA punten erbij. Maar voor Team of the Season van de week natuurlijk. Kom op. Even een upgradepunt. Upgradepunt. Jammer. 3 upgradepunten. Dan heb ik momenteel 20 upgradepunten.
En dat is voldoende. De spannende week gaan we zo meteen kopen. Dit wordt de laatste spin. Wat krijgen we nog tot slot? 5. Ik weet, daar hebben we er meteen 25. Nou, dat is wel wat chill. Dan ga ik even kijken hoe duur Van de Beek is. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Oké, zijn goedkoopste kaart is 195. Maar dat vind ik best wel goedkoop eigenlijk voor de statistieken die hij heeft. Natuurlijk is 195.000 coins best wel veel. Maar dit is echt lijp. Alles dik boven de 80. Sterker nog, alles boven de 85 rated. En ik moet natuurlijk Dessus ook even uit mijn team halen. We hadden al ziek chillen lane spelen. Dus ik denk dat ik hem vaker ga gebruiken als lane speler. Hij is niet eens zo heel duur. Dus mocht je niet veel coins hebben, maar toch een goede team om te zien ze willen hebben, is dat er sowieso eentje. Maar de Beek is overal beter in. Alles. Hij is nergens slechter in. Dat is wel echt insane. En hij heeft ook 91 verdedigen. Wat Seedorf 86 heeft. Dus, oh nee. 68 moet ik even omwisselen. Maar in ieder geval, ik heb hem nu toegevoegd. Hoeveel? Dan heb ik momenteel nog 7 UK-punten over. Dus al heb ik ook nog wat over. Maar wat een team heb ik momenteel. Ik zal trouwens even een kaartje op hem toepassen. Dan is hij gewoon centraal midden. Oh, dit is wel echt heel baas. Wat een lijp team. Dan moet ik natuurlijk nog een paar posities verbeteren. Seedorf moet ik voor nu helaas even uit mijn team halen. Ja, of ik ga hem voor Bergkamp toevoegen. Dat is nog even zien. Laat even weten wat jullie denken wat goede spelers zijn voor op de bank. En wat mijn volgende upgrade moet worden. Ik persoonlijk denk Dumfries als voor rechtsachter. Dat is een mega goede kaart. Of misschien moet ik sparen voor Promes. Laat me weten in de comments welke upgrade ik als volgende moet doen. Maar in ieder geval chill dat we nu Van de Beek hebben. En volgende aflevering ga ik dus voor het eerst met hem spelen. En kan ik eventjes zien hoe chill die is. Maar kijk dan! Overal is er goed in. Behalve strafschoppen. Maar ja, wat moet je strafschoppen? Dan ga je toch iemand anders strafschoppen nemen. Alles is hier gewoon groen. Dit is echt insane. Skill moves, zwakke been wel iets minder. Maar dat boeit me helemaal niks. Wat een kaart. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik natuurlijk tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video. Dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!